Dagelijks HD. Hallo mensen, vandaag is het weer leuk te kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol en vandaag kijken jullie weer naar een nieuwe vette mieren video. Tenminste, dat hoop ik. Ik heb hier nog steeds mijn mieren en ik krijg echt enorm veel vragen van: hoe is het nou met je mieren, Milan? Hoe is het nou met je mieren, Milan? Hey Milan, alles goed? Hoe is het met je mieren? Echt alleen maar dat soort vragen. Dus ik vind het fucking dope. Dat betekent dat jullie geïnteresseerd zijn. Dat vind ik leuk om te horen. Het gaat heel goed met de mieren. Ja, het is niet dat ik zo even kan vragen van: hey jongens, gaat goed? Ja, het gaat goed, joh, Milan. Dat is een beetje raar. Maar wat ik natuurlijk wel kan doen is even laten zien met het bouwen en dat soort dingen wat ze allemaal doen in dit formicariumpje. Maar wacht, voordat ik dit laat zien. En zo. En zo. En zo. Huh? Ah! Oh, ik denk al, wat ben je nou hier? What the fuck, je reageert al niet. Voordat ik het formicarium verder ga laten zien, wil ik jullie eerst vertellen dat ik zo meteen naar het bos toe ga. En ik ga niet alleen, ik ga samen met mijn broertje Enzo. We gaan samen naar het bos toe en dan gaan we zoeken naar mieren. En het is... Het klinkt heel stom. Van, yo, we gaan naar het bos, man. Oh, chill, wat gaan we doen? Voetballen of watergevecht? Of nee, we gaan naar mieren zoeken. Het klinkt heel raar. Wat dacht jij toen ik dat vroeg? Nou, ik heb het elke dag gedaan tot nu toe. Nee. Ja, ik weet niet. Ik kijk ook je mierenvlogs, dus ik vind het niet zo raar. Nee, oké. Okay. Maar het is wel raar om te zeggen van, yo, man, kom, we gaan chillen. It's cool, wat gaan we doen? We gaan naar het bos, we gaan mieren zoeken. Maar is het niet raar om mierenvlogs te hebben? Nee. Want dat klinkt misschien raar. Ja, dat is waar. Maar ik noem het geen mierenvlogs. Ik noem het gewoon, yo, vlogs met mieren. Nou, oké, mieren, whatever. Maar ik had dus al dit ding open en ik heb hem gewoon open, want ik heb zo weinig mieren, dus ze ontsnappen toch niet. Ik wou net zeggen, kunnen ze hier niet uit doen? Plus, ik heb ook nog eens, hier op de rand zie je dat witte. En dat is die anti-uitbraak olie. En dan kunnen ze daar niet op. Ze kunnen niet hier op klimmen. Oh shit, nou is mijn vinger wit. Maar daar kunnen ze niet op klimmen, want dat is, weet ik veel, een of andere olie dat we niet kunnen handelen of zo met hun voetjes. Kijk, hier is trouwens dat ding wat ik van jou heb. Oh, nice. Hierachter. Maar die ga ik nog een andere keer doen. Ja. Misschien trouwens. Zit ik ineens te bedenken, als we nou een bakje meenemen en we gaan nu alvast mieren verzamelen. Dan kunnen we die mieren daar in gel doen. Ja. Dat kunnen we op zich al wel doen. Ja. Maar dan moet ik wel even een bakje zoeken waar ik die mieren in kan doen. Het zijn allemaal dooie mieren. Dat zijn, nee, geen dooie mieren, dat zijn fruitvliegjes. Oh echt? Oh ja, dat voedsel hè. Ja, maar je moet er even eentje geven, dus je kan wel eentje eruit halen. Wil je mieren voeren? Ja. Je moet er niet met je vinger aanraken, dus gewoon los in tikken als het ware. Ja, daar was er één. Ja? Ja. Waar ligt die? Hij ligt daar. Je ziet hem. Waar? Oh, er loopt hier een mier op de rand. Huh? Zie je hem? Daar. Oh my god, die zie je bijna niet. Oh ja, daar zie je het, ja. Er loopt hier ook een mier over de rand. Oh, de anti-uitbraakolie. Ja, nice. Hey, werkt goed, hè? Hey. Ja, nee, goede shit. Hey, weg terug. Zo. Ik heb hem dus blijkbaar... Het kan zo zijn dat hij is uitgedroogd, omdat het hier natuurlijk altijd zo warm is met die studiolampen. Dus als het dan is uitgedroogd, moet ik het wat vaker doen. Dus ik moet hem eigenlijk even opnieuw insmeren. Ik denk dat dat het is. Want het spul werkt wel heel goed. Oh, hij is dichtbij. Ja! Hij heeft het gevonden. Wow. Oh, nice. Wow! Oh, hij neemt hem in één keer mee. Hij tilt dat hele ding op, gek. Ja. Zo, hij pakt hem ook alsof het niks is. En die zien we nooit meer. Terug. Oh, hij past er niet eens in nee. Het gat. Nu is hij aan het springen erop. Net zoals je doet dit bij een prullenbak als hij bijna vol zit. Ja. Dit is niet normaal. Hij pakt hem echt gewoon op alsof het niks is. Ja, terwijl hij twee keer groter is dan hem. En nu gaat ze de buurvrouw vertellen, er ligt iets boven voor de deur. Oh, kijk. Ze neemt hem mee vanaf binnen. Ze probeerde een andere tactiek. Hij zit daar vast. Zie je dat? Ja. Maar ze hebben twee gaatjes gemaakt. Daarboven zit nog een gat. En hier aan de zijkant. Ja, dit is het enige hoe je het kan zien. En dat is wel jammer eigenlijk. What? Kijk, je kan er doorheen kijken. Kijk, dat is mijn vinger daar zo. Oh, ja. Dus er zit wel een gat in degelijk, maar... Oh, dit is nieuw. Oh, dit is wel vet. Je ziet ze nu wel. Daar zitten ze in. Dit is dus eigenlijk het enige resultaat wat ze nu hebben gedaan met z'n allen. En ik heb geen idee hoeveel ik heb. Ik gok 20, 25 of iets in die richting. En dit buisje kan er eigenlijk op zich ook al wel uit. Ik dacht dus dat hier suikerwater in zat. Maar dat is dus gewoon water, vertelde die... hoe heet ik weer? Jan-Peter, vertelde hij mij dat. Dus deze kan er op zich wel uit. En wat ik eigenlijk ook moet doen... En dat mag je ook wel doen als je wil. Een beetje honingdauw. En er ligt hier al genoeg op de grond, want er is weer een buisje geknapt. Maar gelukkig heeft Jan-Peter mij een nieuw buisje gestuurd met honingdauw. Dat is deze. Met een nieuwe soort dop. Kijk maar naar het verschil. Het ziet er heel anders uit. En deze is nog gelukkig nog niet geknapt. Dus waarschijnlijk gaat hij dit nou voortaan gewoon verkopen in plaats van deze. Want bij mij knappen die deze elke keer. En ik weet niet waarom. Kijk, ik weet niet. Misschien door de warmte of zo. Ik heb geen idee. Maar deze zijn beter. Dus als je hier gewoon, als je deze wil openmaken, dan heb je hier een watje. En dan kun je een beetje honingdauw op het watje doen. En dan kun je dat of op zo'n steen smeren, of gewoon dat watje erin doen. Net wat jij denkt wat goed is. Want wat ik ook zei, van ja, het is een beetje testen en...
kijken wat die mieren wel willen en wat ze niet willen. Dus ja. Zo goed? Ja, ik zal iets meer doen. Want het droogt natuurlijk ook weer op dan. Je verwendt ze wel, hè? Ja, zo ja. Dan blijft het een beetje vochtig. En die mieren die zullen dat dan gewoon gaan eten. Dus, wij zijn nu klaar met de mieren voeren, als het ware. We kunnen nu eigenlijk gewoon letterlijk 2 weken die mieren weer met rust laten en gewoon ons eigen ding gaan doen. Het is heel makkelijk, hele makkelijke huisdieren. En nu gaan we naar het bos toe en gaan we kijken of wij een heel vet mierennest kunnen vinden in het bos. En als we daar niks kunnen vinden, dan moeten we een andere keer gewoon in een ander bos gaan zoeken. En ik zal even gaan zoeken naar een bakje waar we misschien die mieren in kunnen doen om mee te nemen. Maar ik weet niet of dat, of ik dat heb, man. Ik weet het niet. We zien wel. We zien wel hoe ver we komen. We updaten jullie zo meteen. En zo is nu aan het rijden in mijn auto. Hoe vind je het? Ik vind het awesome. Mooi. Ja, ik vind het heel chill. Ik vind het ook wel chill, want ik hoef een keertje zelf niet te rijden. Let's go. Dames en heren, ik heb de eerste sporen gevonden. Die heeft een hond geplast. Dus, ik kreeg net een WhatsAppje. We zijn nu in het bos natuurlijk. Oh, logisch. Fucking hell, wow, bomen. Ik kreeg net een WhatsAppje van Jill. En die zegt van, ja, wel handig dat je die doos waar je je mieren in wil doen ook hebt meegenomen. Ja, dat is inderdaad niet zo handig. Joost, een mier! Een mier! Holy shit! Check dit! Oh my god! Oh, lol. Wat? Kijk maar, hier zijn we allemaal. Dit wisten we oprecht niet. Oh mijn god, ik zet de camera neer om te praten en dan zien we dit. Wat hebben ze daar? Ze hebben daar iets. Ja, in bomen zit dat zoete spul. Weet je wel? Dat spul waar bomen van leven. Ja, wat zo plakt. Ja, dat plakspul. Ik weet even niet meer hoe het heet. En dat spul, dat vinden hun vet lekker. Er zijn ook mierensoorten die gewoon alles leeg eten van zo'n boom, van binnen. Die leven in een boom. Maar dat is deze natuurlijk niet. Maar... Dit ziet er heel vet uit. Ja, zie je, dat is dat spul. Dat daar ligt. Maar dan moet alleen nog even, want ik zie hier ze ook lopen. We zien dat het hier ergens zit. Op zoek naar het nest. We hebben nu deze mier op het vizier. Deze mier op het vizier. Omdat die heeft een fruitvliegje die ik net heb geplant. En die zijn we nu aan het volgen om te hopen dat die ons naar het nest leidt. Want meestal als ze dan eten hebben gaan ze terug naar het nest. En terwijl ze dan teruglopen naar het nest laten ze een spoor achter. En dat spoor dat vertelt dan, hey man, hier is eten, hier heb ik eten gevonden. En dat spoor wordt dan steeds sterker als meerdere mieren eroverheen lopen. En dan krijg je zoiets, dat ze allemaal op elkaar gaan zitten. En het wordt er ook steeds meer en meer. Maar ik weet niet wat ze daar, ik denk dat ze gewoon aan het snoepen zijn of zo van de boom. Ja, dat miertje hier, ze zit alleen maar rondjes te lopen. Gewoon uren duren voordat hij bij zijn nest is. Oké, het is al even later. Wij zijn heet aan het zoeken. Ik heb hier van alles lopen opengraven, maar nog steeds niks gevonden, helaas. Ik weet niet precies hoe ik moet gaan zoeken naar. Zeg maar mierennesten, wat de beste tactiek is. Want er is namelijk wel een tactiek voor. Omdat 1 keer per jaar gaat namelijk die mierenboerderij waar ik ben geweest ook op zoek naar mieren en allemaal van die koninginnenmieren vangen. Dus er zal waarschijnlijk een manier voor zijn. Er is een plek in Nederland waar dat mag of zo. Het is ook nog volgens mij wettelijk dat je dan daar alleen mieren mag vangen of zo. Daar had hij het over. Ik weet niet precies hoe dat zit. Wij gaan echt alleen op zoek naar mieren om gewoon te kijken naar mieren. Dus... Ik weet zeker dat we niet in overtreding zijn of zo van een of andere vage wet over de mieren. Maar hier verzamelen ze zich de hele tijd. En ze komen out of fucking nowhere de hele tijd naar dit stukje toe. En ik ben heel erg benieuwd wat dit nou precies is. Dus ik tik ze even een beetje aan de kant om te kijken. En als ik even een stokje kan pakken.
kan ik even kijken wat er precies zit. Hier zit iets doods of zo. Hé, ik ga zo mijn stokje af. Hé. Hey. Nou, mag je hem hebben alsjeblieft. En weer zitten ze met z'n allen op een hoopje. Ik denk dat we het hier moeten opgeven en zo. Ik denk dat die hoek... Oh shit, ik stond iets te snel op hoor. Helemaal duizelig van. Ik denk dat we dat stukje moeten opgeven. Die boomstronk. Maar wat ben jij aan het doen daar? Ik ben hier aan het zoeken, maar alles wat ik een beetje omkiep, dat is allemaal nat. En daar leven ze niet, toch? Waarom niet? Zullen ze op plekken leven waar het nat is? Ja, vocht. Ja, echt waar? Ze hebben vocht nodig om te ontwikkelen. Kijk hem aan, dat is echt een duizendpoot. En daarnaast zie ik hier rode mieren, kan dat? Tuurlijk kan dat. Nou, ik heb rode mieren gevonden. Serieus? Ja. Rode bosmieren? Ja. Waar? Even kijken. We hebben gezien. Tering. Heel veel beesten, maar ik zie geen mieren. Oh, kijk hier. Hier, zie je hem? Oh ja. Kijk, dit zijn rode mieren. Goed gevonden. Dank je. Ook knap dat je precies eentje vindt. Ja, het was los in de sas. Zo. Wow. Wat is dat? Dat is een rups. Ja, dat is een rups. Wow, die ziet er creepy uit, man. Die heeft een beetje een felle kleur. En zo kwam dus net een rode mier tegen. En dat is ook de meest voorkomende mier, de rode en de zwarte. Je hebt ook nog de oranje mier die je hier tegen kan komen in een bos. Maar we kwamen net dus die rode tegen. Alleen ja, daar heb je er maar één, weet je wel. Dan zit je van ja, oké, okay, nou ja, en nu? Ja. Ja, je weet nog niks. Nee, ook in the middle of fucking nowhere. Dat je dan eentje vindt. Ik had ineens allemaal mieren op mijn schoen. Ik sta in een nest. Ik heb een nest gevonden. Ik sta erin. Echt? Ja, ik sta erin. What the fuck? Ik denk al allemaal rode mieren op mijn schoen. Kijk, hier zijn ze. Zo, inderdaad, wat veel. Moet je kijken. Kijk, ik vind er eentje. Jij vindt een nest, vriend. Ik stond er gewoon in. Ja, maar ik stond erin. Daarom komen ze nu allemaal naar buiten. Want ze zijn fucking mad. Oh, kijk. En nu mijn hand erin leggen. Ja, is heel slim, ja. Oh. Oké, laat maar. Au. Zijn ze weg? Ja, ze zijn weg. Rode mieren die bijten, die steken niet. Stekende mieren doen meer pijn. Maar hier is dus het nest. Hier ergens. Ja, nou hieronder dus. Echt fijn van die 3/4 sokjes. Oh ja, heb ik ook, ja. Oh ja, ja, ik zie al iemand met een larve. Ja. Ik zei net al, in the middle of fucking nowhere. En ik sta er gewoon in. Ik zag ineens een paar mieren lopen op mijn schoenen. Ik denk, wat gebeurt hier nou, joh? Kijk. Zo. Kijk, dit is het nest. Ze zaten gewoon onder zo'n... Wow. Boomschors. Holy shit. Als het kan en zo, yeah, moeten we eigenlijk even nu zo'n boomschors pakken die niet onder de mieren zit. Deze bijvoorbeeld. En dan moeten we even hier alles een beetje wegscheppen. Wat zo? Zodat ze niet over je schoenen heen lopen daar. Dat is wel redelijk dicht bij hun nest. Want op zich, ik zit hier nu met een redelijke afstand van hun nest. Daar komen ze niet zo heel snel. Ze blijven meestal wel in de buurt. Maar als wij zo een beetje dingen kunnen weghalen. Kijk. Oh, kijk. Wow! Dit is het nest. Oh, dat is het hele bos gehoord, denk ik. Dit zijn alle... Hier moet ook ergens de koningin lopen, denk ik. Want hier liggen alle larven. Daar heb je alle kleine, die net zijn... geboren als het ware. En daar heb je er al wat grotere, daar links. Holy shit, godverdomme, net zo'n blad erin. Sorry. Holy shit, precies onder zo'n schors. Helemaal niks onder de grond, gewoon onder een schors gaan zitten. Kijk jongen, wat een chaos. Ja, want hun nest is nu blootgesteld natuurlijk. Was je er nog aan terugkijken? Ja. Hun hele nest is blootgesteld nu, dus ze zijn nu als de wiedeweerga zijn ze alle larven nu aan het pakken. En zijn ze op een veilige locatie aan het leggen, ergens anders. Maar ik denk dat wij de koningin niet zullen zien, want ik denk dat die nog hieronder zit. Want hieronder zit nog veel meer. We kunnen nog even kijken of we ook zelfs nog daar een beetje kunnen koekeloeren, zonder ze al te veel te gaan storen.
Nee, dat kan niet, want dat is een stuk hout. Ik laat ze gewoon met rust nu. Ik ga ze gewoon een beetje zo weer terugleggen, zo alles. Mieren zijn uitstekende bouwers. Dus als ik nu gewoon wat over de overheen leg, dan redden hun zichzelf wel. Dus dit nog even pak. Zo. En dit komt wel weer goed. Nu gaan ze weer allemaal dingetjes pakken om het nog dichter te maken. Dat was vet, man. Dat was echt super dope. Wow. Zeker. En het was eigenlijk een beetje net zoals de vorige keer, Enzo. Want net vonden we zwarte mieren bij die boomstronk. En toen ineens... net stonden we te filmen bij de zwarte boomstronk. En toen ineens stonden we al bij de mieren. Ja. Nu zagen we één mier, of jij zag één mier. En stond ik gewoon letterlijk op het nest. Er liepen allemaal mieren over mijn schoen heen. Gelukkig niks in mijn schoen. Maar dit voelt toch heerlijk. We zijn, ik denk, serieus een klein uurtje bezig. Ja. En nu hebben we het gevonden. Dat voelt goed. Het klinkt misschien raar, maar dat voelt echt goed. Tuurlijk, zo'n fucking huge ass bos en dan vind je gewoon een klein nestje. En hier zijn ze druk bezig om de eitjes die nog hier bloot zijn gesteld, de larves dus, nog veilig te stellen en snel naar een soort van binnen te brengen. Voel je nu ook allemaal kriebels, zeg maar, overal? Ja, maar ik voel de hele tijd overal beestjes. Ja, ik ook. Ja. Ja, want hier binnen zit nog veel meer. Als we serieus hier een schep in doen, en we scheppen dit open, dan hebben we er nog veel en veel meer dan dat je net zag. En wat nou als ik deze weghaal, Milan? Die? Ja, ik denk dat daar niks onder zit. Want het zit daar allemaal. Dat is het nest. Het is wel een groot nest, maar... Nee, zie je? Allemaal pissebedden gewoon. Wow, een grote duizendpoot, hè? Hier moet je daar kijken. Waar? Zie je hem? Nee, hij is wel weg. Nee, hij zit er nog steeds. Ik zie hem niet. Oh, daar! Oh, mijn god, ja, ik die zie hem. Die is echt groot. Holy shit. Wow. Holy shit. Die is echt groot. Oh, er loopt ook een mier gewoon rustig langs. Maar ook dit is blootgesteld. Dus ik zal dit ook wel even een beetje bedekken. Het is wel zo netjes, denk ik. Om het gewoon weer te laten zoals het eigenlijk was. Zo hebben we hem weer dichtgemaakt. Zo ziet bijna niemand meer dat het een nest is. Maar het is dus eigenlijk... denk ik gebeurd dat ze ineens allemaal naar buiten kwamen omdat ik op dat nest ging staan en dan gaat het een beetje schudden. Die stond echt midden op. Ja, die stond er letterlijk op. Wij zijn weer thuis. Wij vonden het fucking dope in het bos tenminste. Ik zeg wij, maar vond je het ook dope? Ja, ik vond het meer dan leuk zelfs. Oké, okay, nice. Ik ook. We gaan morgen weer. Nee, <je. laughs> nee, ik vond het echt leuk. Het was moeilijker dan verwacht. Eerlijk waar. Het was veel moeilijker dan ik had verwacht. Ja. Maar het was wel echt heel erg leuk. Ook omdat het niet zo opviel. Weet je, schoenen zijn wel helemaal vies. Oh, maar heb ik er allemaal voor over, Milan. Zonde. Mijne niet, want ik had speciale schoenen aan. Hey Jill, hey, hallo. Watermeloen! Oh, Jill is een watermeloen. Nee, Jill is eten aan het maken, want wij hebben natuurlijk van het avontuur hartstikke veel honger gekregen. Wij gaan zometeen eten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Bedankt voor het liken. En ben je nog niet geabonneerd op Dagelijkse D, doe dat dan nu. Want morgen kan het niet meer. Morgen is het allemaal gewoon voorbij. YouTube heeft gezegd, morgen kunnen we niet meer abonneren. Dan dus halen ze het knopje weg. Ja, dus het moet nu. Bedankt en tot de volgende keer. Oh, oh, tiki-taki. En ik zie hem daar, ik zie hem daar. Hartstikke mooi! Nee.